En we gaan nu labbende maken. En labbende is echt mijn grote favoriet en niet weg te denken van elke tafel in het Midden-Oosten. En het is iets heel erg eenvoudigs. Het is eigenlijk gewoon hartige uitgelekte yoghurt. Ook wel bekend als hangop, maar dan met zout. Dus ik heb hier al twee soorten labbende die ik al heb laten uitlekken. En het is eigenlijk heel eenvoudig. Dus ik ga hier nog even een nieuwe batch laten uitlekken. Je ziet het al, ik heb hier een kom, een ruime kom waarin een zeefgoed in past, een schone theedoek. Neem ik Griekse yoghurt, volle Griekse yoghurt. Die gaat zo hup de theedoek in. Daar roer ik dan flink wat zout doorheen. En je moet het echt zien als meer een kaasachtige. En dat zout helpt dan natuurlijk om het uitlekken sneller te laten gaan en om die lekkere smaak te geven. Nou, en dan een paar uurtjes uitlekken. Als je echt een hele stijve labbende wilt, dan kun je bijvoorbeeld echt een paar uur laten uitlekken. Nou, deze labbende is klaar, die ga ik in de koeling zetten. En deze twee labbendes, die heb ik al uit laten lekken. En dat is eigenlijk wel heel erg leuk om even te laten zien. Deze heeft iets langer uitgelekt, is dus wat stijver. Deze heeft iets korter uitgelekt en is dus net iets soepeler. En dat is eigenlijk nu precies perfect, want ik ga twee soorten labbendes maken. En ik ga mijn eerste labbende beleggen met geroosterde gepofte bietjes. En die ga ik in een hele hete oven leggen. Ik heb hier twee rauwe bietjes. En dat duurt in een hete oven, nou misschien 2-3 uur. Dat hangt een beetje van je oven af. Dus hier zie je dan zo'n bietje wordt dan helemaal klein en zoet. Kleine plakjes snijden. Nou, dan ga ik nu eerst eventjes lekker wat pistache roosteren. Ik heb van die hele mooie pistache uit het zuiden van Turkije. Kort roosteren, dat ze net ietsjes knapperiger worden. En ondertussen ga ik alvast de labne op een bord uitspreiden. Nou, dit is zelfs al rijkelijk veel. Maar je wil eigenlijk een beetje een goede laag. Kwartjes biet, gepofte biet. En dan doe ik er ook wat barberries op. Frissure besjes. Dan moet je misschien een beetje denken aan sumac, die is inderdaad ook een fris zuur besje. Maar deze zijn eigenlijk net iets meer als een soort van zuur krentje. Ik ga er nu wat sumac overheen strooien, omdat het mooi is, het fris zure rode poeder, en omdat het ook heel erg goed past. Klein tikkeltje fleur de sel nog eroverheen. Pistache heel even afkoelen. Altijd wat olijfolie. En een lekkere olijfolie, een fris groene. Wat granaatappelmelassen, dat maakt dit dan ook echt wel weer heel bijzonder. Het is toch gewoon een feest. Soms denk ik wel eens van het lijkt wel een taart. Die pistaches zijn nog een beetje warm, maar zo hier bovenop koelen ze snel af. Je kunt ze ook een beetje grof hakken. Ik kan hier zelf gewoon echt nooit genoeg van krijgen. Deze prachtige heerlijke labbende is klaar. De volgende labbende die ik ga maken, dat is echt eigenlijk een hele grappige. Want daar gebruik ik de labbende eigenlijk als een soort van dressing voor een salade. Dus ik maak een labbende met een salade daarbovenop. Ik heb daarvoor de mandoline, want ik wil op deze salade dat de structuur echt allemaal heel fijn is. Dus dunne plakjes komkommer ga ik dan ook doen met een paar van deze leuke kleine radijsjes. Als je groente op een mandoline doet en die structuur die wordt dan zo heel flinterdun, dat geeft echt een heel ander mondgevoel. Maakt echt zoveel verschil. Door met de fenkel. Nee, die fenkel die kun je perfect in ijswater bewaren, afgedekt. En dan worden ze helemaal crisp en dan krullen ze op en dan blijven ze heel lekker vers. Lekker wat blaadjes munt. Nou, wat dille. Dragon. Dus nu heb ik eigenlijk alles klaar liggen wat ik op de labbende ga doen. Bij deze is het dus eigenlijk ook perfect dat hij net iets cremiger is. Dat je hem net ietsjes minder lang laat uitlekken. En dan vind ik het altijd lekker om het een beetje zo van boven te laten vallen. Dan komt het zo mooi een beetje er zo op neer. Met een beetje wat lucht erin. Een beetje mooi verdelen van alles wat. Nou, en ik ga het nog wat feestelijker maken. Want als laatste doe ik hier die hele mooie lekkere bramen op. Ik snij ze nog even door midden. Ja, het maakt het gewoon net helemaal af. En dan doe ik er nog wat sumac overheen. En een heel klein beetje zout nog. Nou, als laatste olijfolie die alles bij elkaar brengt. En dan is deze heerlijke soort van romige tuin is klaar. En dit recept en ook de andere recepten vind je terug op jan.tv.